We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 3 augustus. Tijdens de avond en nacht komen er nog enkele buien voor, overwegend in het westen en zuiden, mogelijk met onweer in de avond. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, voornamelijk gedurende de middag en begin van de avond, komen lokaal perioden met lichte, soms matige buien voor en er kan een enkele onweersbui plaatsvinden. In Ikeri kan het tijdelijk bewolkt worden met buien en in Sipaliwini zijn er perioden met onweersbuien die soms gepaard gaan met windstoten. In de resterende districten Koroni, Para en Brokopondo kan er af en toe een lichte bui voorkomen, maar het kan lange tijd droog zijn. In de overige districten is er weinig bewolking en het is ook droog. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 3 augustus in de middag een geïsoleerde matige onweersbui mogelijk is die eventueel gepaard gaat met windstoten.